Ook even over een andere maffia hebben. En dat is de maffia hier in Nederland die ervoor zorgt dat John van den Heuvel hier niet achter de desk staat. En daar hoor ik weinig meer over. En ik vind dat onverteerbaar. En ik zou dus eens graag horen wanneer daar weer een einde aan komt. Wanneer John hier wel staat. Wat Femke Halsema hieraan gaat doen. Wat Erik Akerboom, de korpschef van de nationale politie, daaraan gaat doen. Hoe kan het dat dit nu al weken duurt en John hier niet staat en we het wel hebben over maffialeden die een ijssalon hebben waar het niet helemaal klopt? Dit is keiharde maffia die ervoor zorgt dat een van onze collega's hier niet zijn werk kan doen. Ontegenzeggelijk waar, Peter, absoluut. Wel twee zaken die nu op dit moment natuurlijk niks met elkaar te maken hebben. Nou, heeft alles met elkaar te maken. En waarom vind je dan dat dat alles met elkaar te maken heeft? Want we hebben het hier natuurlijk over de Italiaanse maffia. Net wat ik al zeg, het is natuurlijk, nou ja, dit is de maffia waar wij heel erg last van hebben. En nogmaals, ik wil niks afdoen van die Italiaanse maffia die ze nu hebben opgerold. Maar dit vind ik van een veel grotere orde. Dat collega's van ons niet in de studio kunnen staan omdat de veiligheid niet te garanderen is. Nou, dat is een hele andere koek. En dat is eigenlijk een beetje ongepast om dan een feestje te gaan vieren. Zo van, nou, we hebben een paar restaurants opgerold. Nou ja, ik vind in ieder geval dat wij als Boulevard ook regelmatig, en ik zal het elke keer doen dat ik hier aan de desk sta voortaan, totdat John hier terug is, Femke Halsema en Erik Akerboom moeten ervoor zorgen dat onze collega hier aan de desk kan staan. Peter, wij zijn het niet altijd eens met elkaar hier, maar ik onderschrijf elk woord wat je hier zegt. Nou, dank je wel. Ik heb John vandaag even gesproken. Dat was niet hier per se, maar wel heel even over de situatie natuurlijk. Hij vroeg hoe het was bij Boulevard, want ja, hij kan hier natuurlijk niet meer langskomen. Hij vindt dat zelf ook nog steeds heel vervelend. Maar ik kreeg niet het idee, ik wil niet voor hem praten, maar ik kreeg niet het idee dat er nou heel veel schot in de zaak zat. Nee, maar waarom denk je dat ik dit hier nu aan de orde stel? Ja. Ik spreek John natuurlijk ook. En ik weet dat hij zich thuis zit op te vreten. En de collega's van hem, de echte misdaadverslaggevers, Paul Vurgs, Mick van Weli, noem ze allemaal maar op, die staan als één man achter hem. En vandaar ook mijn oproep. En ik zal het ook tegen Femke Halsema zeggen en Erik Akerboom. Iedere keer dat ik hier sta, ga ik er voortaan over beginnen. Kijk aan. Dus ik hoop dat ze daar snel een einde aan maken. En je krijgt alle ruimte, Peter, om dat te doen. Een duidelijke boodschap. De Italianen zijn opgepakt, maar nu is het zaak om de Nederlandse maffia. Ja, bij de naam